u. Gaat u allen heen in vrede en zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ja, ze hebben allemaal gevolg gegeven aan het verzoek om te gaan. Maar om vlot van start te gaan, dat lukt niet zo in 1, 2, 3. En de jeugd een vol uur in toom gehouden door de statige ernst van de dienst, die hotst en botst tussen de kerkgangers door. Tientallen fietsers, brommers, scooters en ander getuig knetteren zenuwslopend en scheuren weg. Het opkomende geslacht ziet er weinig chic uit, maar hebben wat hun kleding betreft gevoel voor moderne snit. Goedlachs wordt er van gedachten gewisseld. Een bewijs van de sterke verbondenheid die in Goorlen leeft. Bedrijvers van politiek hokken samen onder de togen van het raadhuis. Ze hebben er stevig de pas in. Ze ruiken de koffie al. Bekeken door het oog van een stedenbouwkundige is het met het moderne Goorlen al heel vreemd gesteld. Een kern van markante bebouwingen ontbreekt. Vele huizen zijn opgetrokken of met een moderne gevel voorzien en verraden de vrij algemene welvaart die de industrie bracht in alle klassen der bevolking. Op de plaats van aangekochte arbeiderswoningen staan nu moderne kantoorgebouwen. En daarachter denderen de machinerieën. In de week verdienen hier honderden hun dagelijks brood. Nieuwe fabriekscomplexen ziet men verrijzen. De jacht naar het moderne zakenleven heeft ook hier zijn teken gezet. En zo is het gekomen dat de bevolking van Goorlen toenam. Er werden nieuwe parochies gesticht. Ruime en luchtige woonwijken ontworpen en uitgevoerd, zodat het een lust is in Goorlen te werken en te wonen. Ja, Harry, we hebben het toch maar goed voorbij vroeger, hè? Dat scheelt nogal weer. Ja, Bertha. Er is een tijd geweest dat er gewoon heel anders uitzag als tegenwoordig. Het was een tijd van de grote gezinnen, dat de thuiswevers op de getouw zaten en dan onze, als de week om was, onze vijf gulden verdiend. Dat was een tijd van geen brood, geen mik, och god, och god, och god, och god. Het was een tijd dat de binnen- en jutewevers, de ballenfrutters en de neringdoende in heel klein huisjes woonden. De huurprijs was toen 2 kwartjes per week. Ja, Bertha, die in tijd was er van een dorpsplein of een mertvel nog geen sprake. De kerk stond.
stond op een hucht gebouwd. Het kerkhof lag eromheen. De kerkhof en de herberg op de hoek zijn verdwenen. De eikenbomen en de lendebomen in ons dorp, die zo mooi waren, zijn allemaal gesloopt. Ook de watermolen is opgedoekt. De tram, die hier rond de 25 jaar heeft geleden, is ook al weg. Je ziet dus wel, Bertha, dat de tijd toch een heel beetje veranderd is in onze levensloop. Vanuit die toren kreeg menige Goorlense kwajongen het eerst wijde uitzicht over zijn dorp. En hij zag hoe klein zijn dorp was en hoe wijd de wereld. Wellicht heeft ook Thomas van Diesse, wiens naam zo nauw verbonden is met de geschiedenis van Goorle... Nee, ik kan me niet indenken dat Thomas ooit clandestien de toren heeft beklommen. Hier op de Ketsheuvel is hij geboren, op de 11e oktober van het jaar 1828. In deze huske, Hoek Groeneweg Kerkstraat, aanschouwde hij zijn eerste levenslicht. En van hieruit heeft hij zijn wereld verkend. De weg naar de meulen, naar het dorp, naar de Goossendam. En het was ook hier toen hij aan de einde het langgerekte silhouet van Tilburg ontdekte. Tilburg met zijn kerken en fabrieken, Tilburg met zijn kloosters, de fraters. Ja, Thomas van Diesse was een vreemde verschijning in het Goorle van 100 jaar terug. Bij alles wat hij deed, zijn gang was steeds op de kerk gericht. Daar heeft hij zijn gesprekken gevoerd, daar heeft hij gebeden en zijn nood geklaagd tegen onze lieve Heer, omdat ze hem bij de fraters niet wilden hebben. Heer, sta me bij om in u verder te kunnen leven. Ik geef de moed niet op, Heer, maar het is toch allemaal wel erg moeilijk. Waarom was er voor mij geen plots, Heer, bij de fraters? Je weet toch dat ik Heer mijn heel leven aan u had willen wijden. Ik weet, Heer, je hebt het allerbeste met mijn veur. Maar waarom vlot het niet zo allemaal met ons Pieternel? Ik zei niet zo mee wereldse dingen gezegend, Heer. Maar ik beloof u, met uw hulp en met mijn vertrouwen in u, zullen ons Pieternel en ik toch heel gelukkig zijn.
Die en Amazuur zal ook wel vunk te laaien hebben met deze weer. Denk door, het is heet water. Ja. Kijk, kijk, Frans, een pilsje. Geertje. Wat is link te doen met dat? Nee, dat zal niet zijn, ja. Ik wil het. Ik zeg maar even tussenuit getrokken. Dat groot gelijk. Proost. Ja. Jij ook iets, ja. Want, de slagverrekening in het bier niet verder gaan ze gevraagd, hoor. Nee, niet precies, nee. Wilsknotten de tijd, hij wil het bij mij wel in. Ja, maar bij mij ook. Ja. Deze medicijnen zijn beter als die van een dokter. Want deze zijn er nog niet voor dood gegaan. Nee, bij een dier dan moet het niet zijn. Nee. Als je me nou belazen, redden we hem ook. Tiest van Dun, gij mot van den Draankaaf. Gij moest uw eigen meer met uw huishouden bemoeien dan hier zo stond de lanterfanten. Gij kost beter lid worden van de congregatie. Het is beter dan uw eigen hier zo stond te bezatten. Nou, ik toch hier zei, Kees van den Broek, wil ik het met jou ook wel eens over de drank hebben. Gij moet de mensen niet zo lang aan de praat houden. Gij moet ze geen kans geven om de eigen te bezatten. Als je niks anders weet, dan kunnen we beter gewoon van dat je gekomen bent. Maar, je had het al net over die congregatie. Als u daarna helpt, dan wil ik wel lid worden van die club. Maar, dan erelid wel te verstaan, hè? Hoe bedoelde? Nou, als erelid, dan hoeft er niet altijd te komen. Dan zij ermee betalen af. Jongen, dat jij hier Otenaar kunt krijgen. Kijk eens, Thomas, daar bestaat ook nog zoiets als van vreemdelingenherbergen. Sint Joris kan er op slotverrekening ook niks om doen dat hij de kerk is uitgezet. Sint Joris neemt het niet zo zwaar. Die stikt per slotverrekening overal de draag mee. Je moet nog maar gaan we inkijken. Dat is goed, Frans. Het zal wel smaken met deze weer, hè? Ja. Proost, Thomas. Proost, jongen. En dorst naar gelang devotie. En daarvoor. Thomas beziet zijn akkers. In zijn gedachten rijst uit de grond een droombeeld. Een klooster met een kapel en een school. Stil en ingetogen. Zwaar ommuurd. Een afzondering waar liefde heerst. En hij hoort al de joelende kinderen. Ja, Thomas heeft zijn bedoelingen met deze grond. De fraters kwamen naar Goorle. Hij heeft dit alles nog mogen beleven, dankbaar, als een kind. Maar er is veel veranderd sinds het jaar 1890. Het afhankelijke doel, het geven van lager onderwijs aan arme kinderen, heeft men door de ontwikkeling der tijden moeten prijsgeven. Voldoende Roomse lekenkrachten zijn aanwezig om onderwijs te geven. En men treft tegenwoordig op de fraterscholen ook een gemengde bezetting aan. In de afgelopen 75 jaar werden er 3 scholen opgericht voor het geven van lager onderwijs. De Thomasschool, genoemd naar Thomas van Diessen, is de oudste. De Sint-Tarcisius-school de tweede en de Albertus-Manjus-school de laatste. Praktisch al onze voorvaderen hebben hun eerste stappen op het grote pad der wetenschap gezet. Op deze scholen. En ze zullen zeker de grote namen als Bernulfus, Leopoldus en Deodatus niet vergeten. Ook de verzorging van het jeugdwerk torsen de fraters op hun schouders. Zij organiseren voor hun jeugd grootscheeps schooltoernooien.
voetbal, zanglessen tot zelfs jeugdcarnaval. Want ook de fraters weten dat de boog niet altijd gespannen kan staan. Ja, er waait een moderne en frisse wind onder de fraters van Tilburg. Alleen Thomas van Diessen heeft deze moderne opgang niet meer mogen meemaken. Hij was in der tijd het schakeltje in het grote geheel. Maar toen de boom in Goorle wortels schoot, bad Thomas: laat nu, Heer, uw dienaar in vrede gaan. Misschien heeft men vandaag de kleinste van de initiatiefnemers uit de jaren 90 op een voetstuk gezet. Wie zal het zeggen? Thomas, ge moet het ons niet euvel duiden. Vanaf heden staat in Goorle het borstbeeld van de simpele man. En zo is het gekomen.